Een tijdje terug had ik een filmpje geüpload waarbij ik kritiek had op de mainstream media. Waarbij ze de bevolking misleiden op het gebied van cryptocurrency. En opnieuw zie ik dit weer gebeuren, maar dan op het gebied van huizenprijzen, huizenmarkt. En wat de argumenten die ze gebruiken, kan ik al nu empirisch bewijzen dat het gewoon bullshit is met rationeel inductief denken. En met de feiten dat er nu aanwezig zijn, kan ik wel een duidelijke prognose schetsen. In plaats van hun strawman argumenten, hun wilde claims dat ze maken, dat huizen alleen maar zullen blijven stijgen. Een empirisch, rationeel, inductief bedoel ik gewoon, gewoon met redelijkheid. Laten we gewoon mee beginnen. Wat ze te zeggen hebben. En dan ga ik voor één al hun argumenten afknallen. Ja, welke grafiek je er ook bij pakt over de huizenmarkt, er is maar één conclusie mogelijk. Die huizenmarkt die gaat als een dolle. Kijk je naar de vierkante meterprijs voor de bestaande bouw, de gele lijn, of de vierkante meterprijs voor de nieuwbouw. Oké. De statistiek is in beginsel al heel misleidend. Hij neemt van 2013 en is een reden waarom hij voor bij 2013 neemt. Dus we zien wel bij de 2010, hij heeft letterlijk de dieptepunt genomen van de huizenmarkt. Dus hij heeft die daling van 2009, dus tijdens de crisis, heeft hij niet bijgepakt. En dat was een daling van hoeveel jaar? Van 4 jaar. Daar heeft hij lekker niet bijgenomen. Lekker makkelijk voor hem. Hij heeft alleen de stijgingen bijgenomen. Dus een huge red flag. Heel zeer misleidend. Maar we gaan verder. De lijnen gaan hard omhoog. Of het percentage huizen dat boven de vraagprijs wordt verkocht, inmiddels geldt dat voor 1 op de 3 huizen. Maar goed, dat ligt allemaal achter ons. Dat is het verleden. Hoe zit het nou met de toekomst? Een huis koop je niet voor 1, 2 of 5 jaar, maar voor de lange termijn. Dus wat wij willen weten is, wat zijn de huizenprijzen nou in 2038? Kijk, het eerlijke antwoord is, weet ik veel. Tussen nu en 2038 kan er werkelijk nog van alles gebeuren. De euro kan instorten, ziekte, hongersnood, oorlog, willekeurig, welke andere crisis. Kan allemaal invloed hebben op de huizenprijzen. Dus wat je hier krijgt is geen keihard antwoord. Wat ik je wel kan geven is een analyse, zeg maar een educated guess. Kijk, de huizenprijzen zijn op lange termijn afhankelijk van 3 factoren. De ouderwetse wetten van vraag en aanbod, die gelden natuurlijk. Dus we gaan kijken hoeveel vraag en hoeveel aanbod is er. En belangrijk voor de huizenmarkt, de rente. Wat gaat die doen? Dat is bullshit. Dat is de vraag-aanbod, dat is wat je op school leert. Marktwerking werkt op volgende manier. Dat is nummer 1 is vertrouwen. Liquiditeit. Specifiek huizenmarkt. Specifiek vraag en aanbod is globaal, marktwerking. Maar specifiek huizenmarkt werkt op vertrouwen, liquiditeit. Dus is er of nog specifiek besteedbaar inkomen. Of de burger überhaupt het kan betalen. En de derde is. Wat was dat ook? God. Liquiditeit, vraag en aanbod. Vertrouwen. Maar ik kom wel later even terug, ik weet het weer niet. Tussen nu en 2038. Eerste vraag. Zijn er meer huizen? Demografie. Demografie, maar daar kom ik later even op. ...huizen nodig de komende jaren. Antwoord? Nou en of. Kijk maar, hier zie je de bevolkingsgroei de komende 20 jaar. Nu zijn we met zo'n 17,2 miljoen in Nederland. Tot 2038 komen daar zo'n 1 miljoen mensen bij. Dus dan zijn we... Hij claimt een bevolkingsgroei van 6%. Heb ik even gefactcheckt. De bevolkingsgroei is aan het dalen sinds de jaren 60. En er is een stijging van populatie, maar dat is mede door immigratie en niet door de geboortecijfers. Dus ja, weer een hele misleidende statistiek. Ik weet ook niet. Hij zegt dat in 2000... Dit is een prognose weer, hè. En is dat een prognose? Zie ik hier een prognose? Nee, dat is gewoon wat cijfers nu. Oké. Okay. Oh, kut. Die video loopt weer vast. Refresh ik hem even. Jawel.
In Nederland tot 2038 komen daar zo'n 1 miljoen mensen bij. Dus dan zijn we dan met 18,2 miljoen Nederlanders. En die wonen ook nog eens een keer steeds vaker alleen. Nu zijn er zo'n 3 miljoen zogenaamde eenpersoonshuishoudens. In 2038 zijn dat er zo'n 3,5 miljoen. Dat vraagt al om 500.000 extra huizen. Ik snap niet hoe die hierbij komt. Dat 17% mensen onderbouwen het gewoon. Ik snap het niet. Ik zie dat niet zitten. Waarom gaan mensen alleen wonen? Ik zie juist meer mensen bij hun ouders intrekken. Gewoon omdat ze gewoon de huizenprijzen niet kunnen veroorloven. Dus hoe komt hij erbij dat steeds meer mensen plus 17% alleen gaan wonen? De verwachting is dan ook dat we in 2038 in totaal 8,5 miljoen huishoudens tellen. Dat zie je in deze grafiek. Dat is 8%, oftewel 650.000 meer dan nu het geval is. Die moeten allemaal ergens wonen. Oké, terug naar de kern van dit verhaal. Wat doen de huizenprijzen in 2038? Wat betreft de vraagkant staan dus alle signalen op groen. Er staat niets een verdere stijging van die huizenprijzen in de weg. Dus al die wilde claims... Al die claims dat hij maakt hij daarvan een conclusie dat de vraag aan het toenemen is. Dat niet eens onderbouwd is. En de vraag gaat toenemen. Dan het aanbod. Hoeveel huizen worden er gebouwd? Kijk, het goede nieuws is, de nieuwbouw komt op stoom de komende jaren. Het slechte nieuws, niet zoveel als zou moeten. Dat zie je in het woningtekort. Dat is het verschil tussen het aantal beschikbare woningen en het aantal benodigde woningen. Dan zie je dat dat tekort piekte in 2017, vorig jaar dus. Daarna neemt het wel af, maar het blijft, je ziet er min staan, het blijft een tekort. Dus hadden we al een groen licht voor de stijgende huizenprijzen bij de vraagkant. Ook bij het puntje aanbod staan de signalen voor de huizenprijzen tot... Op zich ben ik niet mee eens, maar ik geef een voordeel van de twijfel. Er komt maar huizen tekort. Ik zie wel overal gebouwd worden, maar hij claimt er is een tekort aan woningen. Terwijl de woningen zijn er. Zodra het gebouwd is, ja, ze gaan niet de biezen pakken. Ze blijven het bestaan. Het neemt juist toe. Maar ik geef hem gewoon het voordeel van twijfel. Er is een structureel tekort aan woningen. Dat is maar slecht een klein component. Ik geef dat gewoon. 2038 op groen. 2 groene lichten. Dan de rente. Dat is natuurlijk belangrijk, hè? Want de rente die bepaalt wat onze maandlasten zijn en dus hoeveel we voor een huis kunnen betalen. Kijk, het is best veilig om te veronderstellen dat een groot deel van de huizenprijsstijging van de afgelopen jaren op het konto kwam van de gedaalde rente. Maar de vraag is nu, wat gaat de rente tussen nu en 2038 doen? Gaat die weer terug naar 4 of 5 of misschien wel 10% zoals we het vroeger ooit kenden? Of blijft die rente heel lang heel laag? Onze beurseconoom Hans de Geus bestudeert de rente als een halve leven. En dit is wat hij erover zegt. De lange rente is 30 jaar lang maar één kant op bewogen, omlaag. Kijk naar deze grafiek en dan is de trend onverbiddelijk. Nou, over de oorzaken en gevolgen kan ik heel lang uitweiden, maar laat ik er heel kort dit over zeggen. De rente kan de komende tijd niet omhoog. Waarom niet? Iedereen is helemaal gewend aan die hele lage rentes. Let op, hij zei rente... kan niet omhoog. En laten we de datum bekijken. 20 juli 2008. Dit is een directe contradictie. Want een maand daarvoor, zelfde nieuwsbron RTL Nieuws, zegt stijging in de rente. Dus wat is het? Gaan we een dalende rente zien of een stijgende rente? En dit is een maand daarvoor, voor deze nieuws, waar ze proberen de claim te maken dat huizenprijzen zullen gaan stijgen. Dus ze spreken zichzelf tegen. Wat is het nou? Gaan ze dalen of stijgen? Ik persoonlijk denk dat het... ik ben wel mee het eens. De rente... eigenlijk de rente begint al te stijgen. In Amerika, maar Europa weet ik zelf niet. Maar dat is arbitrair. De rente wordt arbitrair door een bureaucraat ergens in Brussel bepaald. Of een centraal bankier. Die zegt, ja, volgens onze modellen gaan we de rente verhogen. Dat is gewoon man-made. Het is niet door vrije markt. De hele huizenmarkt is niet is eigenlijk niet vrije markt. Het is gewoon helemaal gemanipuleerd door de banken. En ja, mensen, waarom mensen nu überhaupt huizen kopen, snap ik echt totaal niet, man. Het is gewoon een valkuil. Maar we gaan verder. Gezinnen, bedrijven, overheden,
als de centrale bank de rente nu zou verhogen, dan zouden er te veel mensen failliet gaan. We zitten helemaal vastgeschilderd. Dus de komende 30 jaar blijft ook die rente nog steeds tussen de 0 en de maximaal 3%. Oké. Ook hier geen belemmeringen, dus richting 2038 voor een verdere stijging van de huizenprijzen. Het rentestoplicht kan ook op groen. Conclusie: de vraag naar woningen blijft hoog, het aanbod groeit beperkt. De rente kan misschien wel iets omhoog, maar ook daar vallen geen forse stijgingen te verwachten de komende 20 jaar. 3 keer een groen stoplicht dus voor de huizenprijzen richting 2038. Oh ja, nog wel even dit. U weet het, rendementen uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst. Dat geldt ook voor de uitspraken van Peter van Zadelhof en Hans de Geus. Dus ze zeggen, ja, ik maak wilde claims, maar jullie moeten me niet aansprakelijk stellen voor de wilde claims. Ja, of was hun handen gelijk gewassen in het onschuld. Met wilde claims, maar ik ga met de cijfers, met de informatie dat ik nu heb, gewoon in het heden, op 26 augustus 2018 kan ik wel een scenario beschrijven. Ja, wellicht is het ook een claim, maar gebaseerd op gewoon rationeel denken. Met gewoon redelijkheid. Dus we nemen nu, doe ik gewoon op alles, de meest recente. Dus je ziet gewoon sinds 1995 is er een stijgende trend. Qua huizenprijs. En momenteel heeft hij een all-time high bereikt van bijna 3 ton. Maar ja, de huizenprijzen is een generational cyclus. Dus dat wil zeggen, de fluctuatie is per generatie, je kan niet in decennia zien, bekijken. Je moet het in golflengtes van decennia's bekijken. Dus we kijken wat de huizenmarkt in de afgelopen 400 jaar heeft gedaan. En je ziet wel, de huizenmarkten zijn wel degelijk om iedere generatie cyclus van booms en crashes. Een boom en weer een crash. En een kleine boom en een grote crash. Dan heb je weer een boom enzovoort. En nu hebben we een van de grootste huizenboom in de mensheid, ook met een crash. Maar zoals ik al zei, het staat bijna op 3 ton. Dus naar boven afgerond 2,9 ton. Dus moet ik even, dit is tot 2005 helaas, dat is de gegevens. Dus ik moet eventjes met mijn muis dat gaan tekenen. 2,9 zit ongeveer hier. Dus we moeten een lijn ongeveer hier trekken. Hier is nu de huizenmarkt. En je kan aan de cyclus zien, huizenmarkten kunnen niet alleen omhoog. En dat hebben we de afgelopen 20 jaar meegemaakt. Alleen een stijging, onaangebroken, tot hier. Dus ik vraag me gewoon uit redelijkheid, gewoon je gezond verstand. Gaat het nog verder? Gaat het gewoon naar 1 miljoen? Gaat het naar 5 ton? Het gaat alleen maar omhoog. Laat me dat zeggen. Huizenprijs gaat vanaf nu alleen maar omhoog. Ga nooit meer een crash krijgen. Gebruik je gezond verstand. En hetzelfde geldt als demografie. En dat is de grootste driver. De populatie is aan het dalen. Millennials kunnen niet veroorloven. De bevolking die het in de toekomst zou kunnen kopen, die is aan het afnemen. En in combinatie van de prijs, dat gekoppeld met de stijgende huizenprijzen. Dat is gewoon een receptuur voor ramp. Ja. Kijk, ik ben een beetje terughoudend met mijn ik heb duistere gedachten. Ik weet niet eens überhaupt of ik dat mag zeggen uiteindelijk. Maar ik zeg het nu gewoon. Ik denk persoonlijk, mensen die het huis nu kopen, of in de tijd van, wanneer was het, in de tijd van in deze boomperiode. Mensen die in deze periode hebben gekocht, ja, jullie zijn fucked man, sorry man, want de volgende crash, we zitten hier, en je weet, dit is de gemiddelde. Elke crash,
als er een crash komt, gaat altijd de huizenmarkt onder de gemiddelde. Met een vengeance uiteindelijk. Dus als het een crash komt, ik denk dat het, als het onder gemiddelde, dat de huizenmarkt echt hier zal komen. En dit is gewoon een gis. Dit is gis. In combinatie met al deze overproductie, overbouw, al die speculatie, al die geprinte geld. Ja, het ziet er niet goed uit, man. Ja, ik persoonlijk, ik zou niet in de huizenmarkt instappen. Maar ja, misschien wil jij een gokje wagen. Denk je dat de huizenprijzen zullen blijven stijgen? Ten eerste, ik denk niet eens dat huizen een goede investering is. Huizenprijzen is consumptie. Je koopt iets en huis bederft uiteindelijk. Het is de land waar je op woont dat in waarde stijgt. Huis bederft. Je moet onderhouden. Je moet belasting over betalen. Je moet VV over betalen. En je moet nog wat tegen belasting over betalen. Kost op de fiscus wordt het boekhoudkundig zelf vermogen gezien. Je krijgt meteen een sigaar uit de doos genaamd hypotheek en renteaftrek. Maar einde van de dag, het is een consumptie. Het is helemaal geen investering. Ja, ik hoop dat... ik weet, de meeste mensen zullen nu op hun tentje gestrapt zijn. Ja, hij kan flikker, hij betraat bullshit. Maar ja, ik ben helaas maar een messenger. En ik zie echt niet rooskleurig in wat de mainstream media het afbeeldt. Dus ja, sorry guys, zo zie ik echt in de huizenmarkt. De huizenmarkt is, mensen die nu huis kopen, grote kans dat jullie in de toekomst fucked zijn, man. Sorry.